Egbert staat met zijn zwaard, Koenraad staat met zijn zwaard, Koenraad haalt uit en op dat moment springt Pater Fidelis tussen hen in. En wordt getroffen door het zwaard en sterft ter plekke. Het is de kerstnacht van 1542 en Pater Fidelis loopt hier in zijn eigen stilte verzonken over de Waalbanddijk. En hij bidt voor de vrede en het welbehagen in alle mensen. Maar dan wordt zijn innerlijke stilte verstoord door wapengekletter. De twee ridders, Koenraad van Leeuwen en Egbert van Denoord, die vechten elkaar de tent uit met hun zwaarden. En dat op een kerstnacht. En Fidelis zegt, oh heren, edelen, doe dit nou niet. Ontheilig deze kerstnacht nou niet met bloed vergieten. Maar de ridders luisteren niet naar de pater. Egbert staat met zijn zwaard, Koenraad staat met zijn zwaard, Koenraad haalt uit. En op dat moment springt Pater Fidelis tussen hen in. En wordt getroffen door het zwaard en sterft ter plekke. En de ridders schrikken zo van hun daden dat ze boete doen en het klooster ingaan. En sinds de 16e eeuw staat hier op de dijk bij Afferden dit moordkruis. De nagedachtenis aan Pater Fidelis. Ja, die buurtpreventie die kwam voor Pater Fidelis net te laat. Het is een beetje een sober boeketje, maar dat past wel bij een Franciscana priester. Zo, wat zielheil van Fidelis.